Hey, goedemiddag. Welkom bij Autosiro. U heeft een Volkswagen Polo gevonden. En voor de oplettende kijker, hij is inderdaad vorig jaar geïmporteerd. Er zit een nieuw kenteken op. Nou, wat is er belangrijk bij een importauto? Vooral is de historie bekend. Kunnen we het uitleggen dat die kilometerstand klopt? En dat klopt. We hebben hem gekocht van Alphabet Lease, België. Deze vestiging komt uit België. Alphabet zit ook in Nederland, zit ook in Duitsland, overal. Maar goed, nogmaals, de Belgische vestiging. Let op, het is een 1.4 TDI. 90 pk diesel, echt belachelijk zuinig. Hier rij je echt 1 op 25 mee. Auto staat hier achter me, kijk maar even mee. Komt ie. Hij is ongelooflijk compleet voor Volkswagen begrippen. Parkeersensoren aan de voorzijde, mistlampen en daar zie je de sensor. Hij heeft ook rijlaanbewaking dus. Praktische vijfdeurs. Mooi de spiegelkapjes in de kleur meegespoten. Zwart metallic. Achterbumper. Daar zit wat krasserij op. Dat moet eigenlijk voor het mooie even gespoten worden. Nou, dat gaat maandag gebeuren, maar ik denk, ik laat hem u vast zien. Parkeersensoren ook aan de achterzijde, zoals u ziet. En verder echt keurig netjes. Elektrische ramen, elektrische spiegels. Cruise control, 128.000 kilometer. Nou, dat is een lachertje voor de TDI van Volkswagen. Grootscherm navigatie, maar zelfs Apple CarPlay en dat is echt een geweldige optie voor de navigatie. Climate control, dus ook geen normale airco. Boekje volledig compleet. Wij hebben de laatste beurt uitgevoerd. Deze was bij 70 bij de Volkswagen dealer, alleen dan in België. Dit is vorig jaar gebeurd bij 105. Toen hadden wij namelijk de auto geleverd voor een vaste klant van ons. Alleen die moest een maatje groter. Vandaar dat ik hem alweer terug heb. 128 nu gereden is toe aan een kleine onderhoudsbeurt. Die kunnen wij uitvoeren. Heb je wat in te ruilen? Zijn wij heel blij mee. Stuur even wat fotootjes via de WhatsApp. Dan kan ik daar een prijs voor noemen. En that's it voor nu. Hij gaat nu naar de spuiterij. En dan hoop ik hem halverwege volgende week weer terug te hebben. En dan mooie foto's te maken. Ik zet er nu even een paar bij. Voor nu, hartelijk dank en graag tot ziens. Hoi.